Welkom, we gaan maken zoetzuur van komkommer. Ik ga beginnen met een uitje. En dat uitje moet aan dunne ringetjes. Dit is een gerecht, is eigenlijk gewoon een soort bijgerechtje. Wat het lekker doet bij allerlei gerechten uit Midden-Zuid-Amerika. Ik eet het zelf altijd bij een Surinaams kipgerecht, waar ik ook nog een filmpje van ga maken. Maar kipcurry, bij Mexicaans eten is het lekker. Het is best op veel manieren te gebruiken. Dunne ringetjes van je ui, halve ringen. Van huilen. Daar doe ik nog even niks mee. Die leg ik even apart. Dan heb ik hier een pannetje. Daarin gaat wat appelsap. Ik denk niet het hele pakje, maar zo'n 200 milliliter. En wat gewone azijn. En dan nog een beetje water. Ja, dit zijn geen exacte hoeveelheden. Dat moet je gewoon eventjes proeven. Het zoet en zuur moet eigenlijk net zoveel merkbaar zijn. Er mag er wel een beetje meer azijn bij. Zo, dan gaat die ui daarin. En ik doe daarbij wat laurierblad. Ik koop altijd gewoon zo'n vers stuk lauriertak. En dat doe ik in mijn vriezer. En dan heb je altijd vers laurierblad. Dat is echt veel lekkerder dan die gedroogde blaadjes uit de supermarkt. En ik heb hier wat pimentkorrels. Die komen van de pimentboom. Die groeien ook op... Oh, iets door je keuken gooien. In Midden- en Zuid-Amerika... Die hebben een beetje, smaken een beetje naar kaneel, nootmuskaat. Zo'n soort mengsel van dat soort smaken. Die doe je er gewoon zo in zijn geheel bij. En dan zetten we dat aan. Dus dit moet even aan de kook. In de tussentijd gaan we een komkommer aan dunne plakjes snijden. Ik doe het even zo. Dat zou je natuurlijk ook op een machine kunnen doen. In je keukenmachine. Maar ik doe het nu maar even met de hand. En die gaan in een kom. Die wel van materiaal gemaakt is waar je dadelijk dit kokende... sapje bij kan doen. Want je wilt natuurlijk niet hebben dat het dat er een barst in komt. Dat gaat goed. Als je ziet, het is gewoon een heel makkelijk bijgerechtje bij... wat ik al zei, bij Surinaamse of Mexicaanse gerechten. Of bij gegrild vlees of gegrilde vis, of gebakken vis. Je moet het wel eventjes de tijd geven om af te laten koelen. Dus je moet dit al bijvoorbeeld begin van de middag maken. Dan kan het allemaal lekker intrekken en dan... En afkoelen natuurlijk, want dit is hartstikke heet dadelijk. Thank you.
Nou, dan als je dat komkommertje gesneden hebt, zou dit zo'n beetje klaar moeten zijn. Bijna. Die piment geeft nu al zijn geur. Dat is lekker. Iets hoger. Dat hij net even opkookt. Kom op, joh. En omdat die ui natuurlijk even mee aan de kook komt, wordt hij net iets zachter. Is het niet zo'n scherpe, rauwe ui. Maar blijft het toch nog wel heel fris en knapperig. Het kookt. Dan giet ik het hierbij. Dan roer je het even om, dat alles lekker met elkaar vermengd wordt. Nou, en dan is het klaar. Maar je moet natuurlijk nu eventjes een paar uurtjes de tijd geven. Dus als je dat gewoon in de ochtend maakt, heb je 's avonds een heerlijk bijgerecht.